Hallo, ik ben Bennett. Ik ga het boek Schaduwkinderen van Torry Heyden promoten. Op een energieke en duidelijke manier beschrijft Torry Heyden haar therapeutische sessies met drie bepaalde personen. Namelijk Cassandra, 9 jaar, die door een verwoestend verleden niets meer zegt. Drake, 4 jaar, die alleen maar met zijn moeder praat en met zijn tijgerknuffel. En Gerda, die een beroerte heeft gehad in het ziekenhuis en ook geen woord meer zegt. Torry Heyden beschouwt deze drie personen als een echte uitdaging. Met liefde en affectie probeert ze de mensen open te krijgen. En wonderbaarlijk slaagt ze erin om toch met ze te praten. Ze beschrijft de drie personen op een duidelijke, kernachtige manier. En zo krijgt de lezer een goed beeld van deze personen. Ook de problemen, frustraties en twijfels zorgen dat het boek zeer aangrijpend is. Ik heb zelf tijdens het lezen af en toe eens koude rillingen gekregen. Ook het feit dat het geschreven is door een echte deskundige maakt dat het boek gewoon goed in elkaar zit. Het blijft gewoon boeien. Kortom, ik zou het zeker aanraden aan de gewone lezer die houdt van waar gebeurt drama, maar ook zeker aan mensen die in de psychiatrie zitten, want zij kunnen zeker veel leren uit het boek en zij zullen het boek uitermate boeiend vinden.